Zo. Ja, dat is wel zwaar hoor. Het is 25,5, 25,3. Yes, yes, yes! Woe! 50 is altijd heerlijk. Ik dacht al, ik voel wel, hij voelt wel zwaar. 50 in de morgen is een week zonder zorgen. Een week zelfs. Moet je eens even kijken, wat een brok. Hoe breed is deze rug, hé? Het is natuurlijk eeuwig zonde van zijn staart. Jongens, geloof me, met dikke vissen, hou ze alsjeblieft zoveel mogelijk in het water. Of weet wat je precies doet. Maar goed, het is echt een beauty. Sowieso ook een jonge vis nog. Prachtige kleuren, puntgaaf bekkie. Echt super, super, super blij mee. Ik ga even de andere kant op de foto zetten. Filmen. En dan ga ik met een heerlijk gevoelde dag in, hé. Hengels liggen allemaal weer op zijn plek. Ik ben benieuwd of de dag nog wat gaat brengen. Tuurlijk. Het is Pielse beurt. En anders wordt het vanavond gewoon weer hakkenbaar, jongens. Dankjewel. Yes! Woe! Uit! Uit! Je moet de batterij eruit pakken van boven. Ja. Je moet hem eruit pakken. Nou, dat gaat niet. Als je dan je vingertjes... Ik wou zeggen, anders kan je mijn hechtingen overnemen morgen. Goed, terwijl de grindwinning in volle gang is en het kabaal weer heerlijk romantisch alle vogels wegjaagt, ga ik even mijn hengeltjes opnieuw uitleggen op de stek waar ik dus vannacht het rijenkarpertje ving. Ik ga één hengel gewoon nu overdag om alles uit de kast te halen met maden, met twee kleine fake maasjes. En dan een onderlijn gemaakt van het drop-down materiaal. Visveilig loodsysteem, kan altijd, mocht de hoofdlijn breken, de rig van de hoofdlijn af. En ik ga ondieper vissen. Mark krijgt ook zijn runs op ondieper water. Dus eentje op 5, eentje op 8 meter. En dan gaan we het gewoon eens proberen zo in het heerlijke novemberzonnetje. Alright, dames en heren. Zieke shit. Ik was bezig met de rig uitleg. Waar de berel aan het schieten en Mark zijn linker hengel loopt af, dus dat is de ondiepe hengel. De vis gaat gelukkig naar rechts, dus diepe in. Moet even de hengel onderdoor de lijn halen. Hier ligt trouwens de boei, hè? Ja. Maar goed. Woe! Hij zit erin. Zo. En dat was nog niet zo eenvoudig. De vis zat door een obstakel, andere lijn opgepakt. Maar hij is in de pocket. Op de ondiepe hengel. Mooi schepje, niet heel groot. Ja, toen straks kwam die hele dikke vis ook tussen de kleintjes door. Nou, weer een puntgaaf Kroatisch visje. En toch wel echt sterk, jongens. Ze gebruiken de diepte echt om volle bak naar beneden te rossen. We gaan hengeltjes snel weer terugleggen. Ga ik mijn hengels uitvaren op het talutje zo schuin aan de overkant. En dan gaan we gewoon opjacht naar ook een veertig. Oh, dames en heren, karpvis is toch zo'n mooi spel, hè? De buurman, die had dus even met het goede oogje gekeken op de stekken. Was dus bij hem het voer volledig weggevreten. Alleen de rig lag er nog en de rig lag anders. Oh, en ik ben nu met de drone aan het kijken. En bij ons, hier zo voor, geen vis te zien, liggen de vissen. Een stuk of 5 heb ik er gezien aan de overkant in de hoek. Ja, en dan weet je één ding. En dit is als je hier blijft zitten, dan ga je ze niet vangen. Waarschijnlijk ga ik ze ook niet vangen aan de overkant, maar... Ja, ik ga inpakken en ik ga toch nog even pootjes daar proberen. Buurman, dus tot ziens. Hapte. Mijn grote vriend Colin. Hey, ik heb goed nieuws. Ik heb vis gezien met de drone. Hier links. Echt? Ja, ja, ja. Kennen jullie hem nog? In 2016 is Colin meegeweest naar de LOT. De video bootvissen op de rivier staat op de KWO Community. En nadat die video live is gekomen, was de meest gehoorde feedback... Holy shit, wat een prachtige veertiger vindt die Colin. Maar what the fuck had hij voor kleren aan? Blauwe broeken, oranje jassen... Eigenlijk leek het wel een beetje alsof hij zo van de milieustraat afkwam. Oké, okay. Ik dacht dat hij gaat snel opruimen. Ja, klopt. En zou je veel vissen? Ja, vijf vissen. Nee, nee, serieus. Oké. Dus jij kon mij even afblokken. Exact, dus tot zo.
Oké. Nou, ik heb twee hengeltjes klaargemaakt. Ik ga de drone de lucht in gooien. Ga ik ze alle twee achter elkaar uitvaren. Eentje met een soort afgekloven secret special, de nieuwe zoete bol. En de andere met een roze dumbbell. De vissen die we zagen lagen echt vrij passief erbij. Vannacht natuurlijk ook geen aanbeten. Dus ik denk dat het gewoon niet heel erg los is, ook door de hoge luchtdruk. Dus ik ga heel weinig bijvoeren. Gewoon vissen in de buurt van de vis. Hopelijk zijn ze er nog. En dan ik ga het zien, jongens. Spannend, spannend, spannend. Drone de lucht in en let's go. Oh, fuck. Yes! 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 Oh, blij! Colin! Oh nee, volgend weer natuurlijk. Oké, ik ga er toch wel even in. Later. Ja, ja, ja. Ha! Oh jongens, run dus op de rechte hengel. Oh, het water is koud. Oh. Oh. Ja, ik ga al. Maar hij zit dus daar in het weer, dus ik moet hem eventjes eruit vissen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Fuck! Ik denk dat de vis veilig is. Wat een gedoe, hè? Om een vis te maken. En let op, ik heb mijn bril in mijn... Oké, we moeten hem in één keer scheppen. Hou dat wier erin, jongen. Fuck. Oh, shit. Hij is... Voor mij is het die 24 kilo. Oh. Ja, dat gras moet eruit. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Nu ga ik scheppen. Ja, kom maar. Holy shit. Ja hoor. Ja! Oh! Yes, hey! Zo jongens. Oi, dit is een van de... meest verdiende vissen aller tijden, hè? Nou ja, verdiend is dan een groot woord, maar... Oh zo, dat is toch mooi? Ja, dat is zeker mooi. Oh, ik moet je indenken, als ik dus niet verkast was, had ik sowieso niks gevangen. Tenminste, ja, dat weet je nooit. Maar het is dus een van de allergrootste vissen van het water. Ja, we gaan hem wegen. Het is echt een bak, jongens. Wajo. Ja, jongens, dit geeft toch wel echt heel veel voldoening. Hallo, ik ben de autofocus van de camera van Michiel. Vandaag heeft Michiel weer eens de verkeerde instellingen gebruikt, zodat ik niet weet waar ik op moet focussen. De vis kwam dus op de rechte hengel, op een heel klein plaatje, waar ik dus die vis met de drone had zien zwemmen. En ik dacht toen al, ja, dat kan wel eens echt een grote vis zijn. Maar goed, hij zat dus volle bak in het wier. Echt niet te doen. Ik denk... Ja, op den duur ben ik dus naar de bodem gedoken en heb ik gewoon een hele pluk met wier zo rats omhoog getrokken. Nou, toen kwam hij dus gelukkig mee. Ja, grote dank aan Colin. Maar Colin heeft net wel zijn beloning gehad, want terwijl we net foto's wilden gaan maken, liep dus een hengel bij hem af. Dus hij heeft net een mooie 18 kilo vis gevangen. Ik ga het hengeltje terugleggen. Colin komt er zo aan om mijn 40er op de foto te zetten. 22,7 kilo weegt hij dus. Ondertussen... kan ik dan mooi het hengeltje nog even één keertje terugleggen. Ik heb Tamara gebeld dat ik iets later thuis ben op deze mooie vrijdag. Maar wat een vrijdag is het, jongens. Oh, vis is gewoon zo leuk, hè. Ik zou het niet hele dagen kunnen doen, want dan wordt het ook saai. Maar nu is het wel echt genieten. Ja, dames en heren,
is dit het ultieme bewijs dat Van Kassel loont. Een van de allergrootste vissers van het water. Oh, en mijn derde veertiger van deze campagne. En daarmee heb ik ongeveer de helft van de grote vissen gevangen. Dus er staat nog wat open om op dit water dit najaar te gaan doen. Maar in ieder geval mega blij met deze vis. Gewoon met de drone gespot. Ja, en zo zie je maar dat je gewoon moet vissen waar de vis zit. Dat inpakken en snel roets roets alles op de kar heeft gewoon geloond. Ik sloeg er snel aan. Het was mijn kans op deze stek. Oké, het is 8 uur. Ik kan eigenlijk nog een half uurtje max blijven. Ik sloeg net die vis mis. En ik heb het idee dat ze wel weer in hetzelfde hoekje liggen. Dus we gaan daar weer naartoe. Oké, jongens. Mooi geweest. Moeten gaan. Er is nog wel zat vis in de buurt, maar als we de andere stek nog wat willen zien, dan moeten we echt gaan. Ik heb allemaal brood gewoon verspreid gevoerd. Ik zal nog wat hondenbrokken zo meteen voeren. En dan komen we morgen denk ik wel even terug. 9 uur. 5 en 9. Gokje. 12 uur liggen we in. Dit wordt weer wat, jongens. Race tegen de klok. Even kijken, zit de emmer met particles of niet? En rechts. Iemand mee. Hoppa. Ik ben ook helemaal gek, joh. Oh. Volgende keer gewoon lekker betaalwatertje, joh. Het lijkt dat de waterstand een beetje fluctueert. We hebben rekening mee houden, zolang we maar niet onder water komen. Het kan namelijk in één keer diep worden. Maar de hoofdstroom is aan de andere kant, dus het lijkt gewoon heel chill te gaan. Jongens, we staan klaar. En ik ben echt aan het vechten tegen het donker. Dus ik ga even alle vier mijn hengels gewoon perfect neerleggen. Dat is het belangrijkste, ik moet het hoofdlampje op. En daarna tune ik weer in. Dus jullie zijn helaas niet bij. Tot zo. Deze bizarre stekken zijn waar ik ooit gevist heb op Karper. Ik denk dat er max 60 centimeter water staat. En het is gewoon een soort wildwaterrivier, joh. Ik zie ook overal barbelen zwemmen. Die beesten die vallen je ook gewoon aan. Gewoon bam tegen mijn voet aan. En ook echt zulke jongens, groot. Het is dat Karper hier heb zien zwemmen vandaag. Anders zou ik het nooit geloven dat ze hier komen. Ik is twee hengels naar de overkant, waar ik die twee vissen heb gezien. Andere hengel achter een soort wierbed, een beetje uitstroming. En voor die andere hengel kon ik geen eens plek vinden. Er stond over maar zo laagje water. Dus ik ben benieuwd. Het enige waar ik een beetje bang voor ben is die hengels aan de overkant vis ik dus met een lijnclip. Dus dat betekent dat mijn lijn over het water heen gaat. Maar om hem vervolgens uit die clip te trekken, daar is best wel wat kracht voor nodig. Dus als er een of andere kopvorm aan hangt, die ik ook al heb zien zwemmen, gebeurt er waarschijnlijk niet zoveel. En dan ligt heel de dag met een kopvorm eraan. Dus dan moet ik misschien morgenochtend maar even checken. Maar goed, gevoelsmatig had ik meer kans op karper gemaakt in het haventje. Maar ja, laten we anders gewoon morgenochtend daarheen gaan als het hier eraan is. Dit zou echt de meest brute stek zijn om een karper te vangen. En die vis die ik vanmiddag heb zien zwemmen, dat was echt een serieus goede vis. Echt grote vis, zoals je over 20 kilo. Dus ja, ze komen er wel, dus waarom nu niet, hè? Ik heb nog niks gegeten, dat is ook mooi. Het is 11 uur. De laatste keer was dat we 's middags hadden gegeten, dat was volgens mij om 3 uur. Ik had geen zin om een kookspullen mee te nemen, dus ik heb een banaantje, appel en cashewnoot. Dus ik ga lekker eten en lekker slapen. Tot rusten. Hoe bruut is dit, hè? Ik krijg een volle run op hengel aan de overkant. Dus die met de lijn boven het water door. En ik lag echt in een soort rare coma. Ik dacht dat ik aan het dromen was. Maar goed, ik pakte de hengel. Ik ging achteraan met het idee van het zou een barbil zijn of zo. Maar moet je eens even kijken, hè? Hoe brut is dit? Gewoon een prachtige schub. Hier van deze snelstroomde rivier, hè? Zo vet. Kan je nagaan, hè? Dat je in zo'n omgeving leeft hier. Altijd tegen de stroom in, gewoon vol gas. En toch gewoon lekker aas, hè? Wat een visje. Wat een lippen zitten erop. Echt gaaf, hè? Nou, die schub was iets sneller dan ik dacht. Ik mooi wegzwemshotje, maar hij ging al een raket tegen de stroom in. Maar goed, hij heeft zijn vrijheid weer terug. Ik denk mijn stretch weer op, jongens. Wat rusten.
Wat een ochtend. Ongekend hoe het tij kan keren. Het was gisteren al natuurlijk dat we een paar mooie vissen hadden gevangen. We gingen gisteravond slapen, vol vertrouwen. Aan de overkant hadden ze besloten een feestje te houden, dus Steve en ik waren nog lang wekker. Messi lag lekker te snurken hier zo. Toen ving hij eigenlijk al vrij snel een wat kleinere vis. Die hadden we direct op de video gezet en het feest hierna ging door. En ik denk dat het pas 2:30 was dat ik ging slapen. Ik zag het in ieder geval nog 2:15 worden. Nou, voor mijn idee, zeg maar, echt een half uurtje later jankte mijn hengel vandoor. Schitterende drill. Messi werd niet wakker, dus die heb ik met Stefan gedaan. Hengel weer teruggelegd. Vis in de sling. En een kwartiertje later gaat Messi's hengel af. We zien de ochtendgloor al beginnen. We zitten echt in de langste periode van het jaar. En ook Messi vangt een bak, dus we hebben 2 bakken. Ja, ik zit met Messi nog na te genieten net en we zijn aan het wachten tot het ietsjes lichter is om een foto te maken. En de hengel gaat er weer vandoor. Dat is de vis hier, een kleine schupje, maar dan mag de pret niet deren, jongens. Het is een schitterende ochtend. We gaan deze gelijk terugzetten, dan gaan we de spullen klaarmaken. En dan gaan we de grote vissen, die we hebben gevangen, in ieder geval, vannacht leken ze groot, gaan we aan jullie laten zien. Heerlijk. Deze kant op, vriend. Daar is die, de tweede bak van de nacht, van de ochtend. Klein visje is voor James. Daarna deze vandoor. Heerlijk. Hij is leeg. Ruime 17 kilo, 17,9, bijna 18. Prachtige vis. Ja, moet ik er nog meer van zeggen, jongens. James heeft nog een verrassing. Laten we die gaan bekijken. Mooi kanonnetje van deze morgen. Ik moet nog een keer exact wegen, maar een klein 18 kilo zijn. Juist is dat onze slag van Nappie. Nu zie je ook de vissen die we vangen zijn eigenlijk helemaal leeg. Ik denk dat we juist na de paai hier zitten. Dus ja, die kunnen zomaar 2 veertigers zijn. Ja, James, en ik kom er even bij. Van harte gefeliciteerd, hè? Want vandaag is er iemand jarig. Ja, deze vandaag is ons kleine patat jarig. Dus Miley, dat is eentje voor jou, maat. Maat, dochter, hè? Patatke betekent dochter. Patatke. Voor de Nederlanders onder ons. Gisteren vaderdag al gemist, vandaag de verjaardag. Dus we zijn blij dat je met ons bent. Ja, man. Ja, ik ook eigenlijk. Hè? Feestje gaan we natuurlijk gewoon vieren, ook met je dochter. En ja, onze dag en ons feest kan niet meer stuk, want wij gaan de hele dag genieten. We gaan zo even in het water een fotootje maken en dan is het mooi geweest. Ja, oude Belg. Ja. Dat zijn ze. Staan we weer. Het is een vriendschappelijk potje tot nu toe. We hebben er nog geen challenge van gemaakt. Moeten we zo maar eens even over hebben wat we nog verder gaan doen. Maar het is weer genieten samen, jongen. Ja, is identiek als vorig jaar. Was ik op tent van de sessie. Gewoon een dikke klapper. Ja, en nu zijn we nog niet aan het einde. Want we hebben nog een hele week voor ons. We gaan nog naar een ander water. En we hebben eigenlijk nog 2 nachtjes hadden we om deze video af te maken. Dus ja, we gaan eens even bespreken wat we zo gaan doen, toch? Of we lekker hier doorvissen of we op pad gaan. Genieten, jongens. Heerlijk. Wat een vissen. Kijk eens. Nog 1 keer. Hoho. Hij is ready. Ik ben ready. Dat betekent? Let's go. On the move. Even boodschappen doen. Even boodschappen doen. Lekker. Tot zo. Hoppatee. Zo jongens, gearriveerd. Best wel eens eventjes de drone aan het zoeken. En misselijk. En misselijk. We hebben echt een route gehad, helemaal naar. Maar we hebben de berg in de achtergrond. Fantastisch. We zijn bij het water. En we gaan eens even kijken wat we gaan doen. Wordt een mooi avontuur weer. Eerst even kijken wat de drone ons gaat vertellen. Dan zorgen we dat die hengels heel snel uitgaan. En dan gaan we ons even... ja, trakteren op een lekker steekje. Want we hebben even snel boodschapjes gedaan voordat we hier aan het water kwamen.
10 minuutjes hier vandaan was een intermarchéetje. Maar lekker jongens, gas erop. We hebben nog een uurtje licht, dus dingen doen. Zo jongens, hengeltjes liggen in, 3 stuks. We gaan eventjes nog een paar stekjes zoeken voor Wes. Het is nog vrij laat, dus het waren wat vertragingen. We moesten eerst even het eten, want we hadden weinig gegeten vandaag. En de concurrentie kwam even langs, even een babbeltje gemaakt. Een hoop informatie weergegeven, dus dat was altijd wel chill. Wessel spreekt een aardig taaltje over de grens, dus dat werkt wel mee in dit soort gebieden. Die mensen zijn meteen wat stukken loslippiger. Dus half uurtje mee gekletst. Nou, inmiddels 3 hengeltjes in, we gaan even de hengeltjes van Wes nog doen. En dan bij tijd erin. Als het goed is gaat hij morgen weg. En dan hebben we het water voor onszelf. En dan gaan we morgenochtend even goed stekjes zoeken. Even dronen. Even kijken wat het gevoel zegt. Waar we ze kunnen vinden. Maar voorlopig ben ik blij dat we in ieder geval een paar hengels in hebben liggen. Dat we überhaupt een stek hebben. En dat we een paar uurtjes kunnen gaan slapen. Want ik ben wel moe. Lange reis gehad. 2 uurtjes gereden. Echt een waanzinnige route. Dat wel. Maar alleen maar slalommen. Dus ja, dat is wat het is. Dat merk ik ook wel, ja. We gaan even die hengels regelen, gaan we ons bed in, jongens. Dus als er iets gebeurt vannacht, dan zien jullie ons verschijnen. En anders wel rusten. Tot zo. Heel diep geslapen, zeg. Niet normaal. Wekkertje gezet. Natuurlijk lekker erheen geslapen. Het is nu 8 uur of zo. Ja, zoiets. Eerste actiepas, jongens. Die hadden we gisteren misschien wel iets eerder verwacht al. Maar goed, we mogen niet klaar. Het mooie is, we hebben ze gevonden. Het vervelende is, een loco blokte ons naar de vis. Dus dat is wel, hè. Maar die ging als het goed is zo weg. En dan maken wij even snel een move. En dan zitten we er bovenop. En dan hoop ik dat we dit nog een paar keer kunnen doen. De komende dagen. Bakkerd. Ja, fantastisch hè, eerste vis hier ook. En goedemorgen trouwens. Hadden we al gezegd toch? Ja, maar gewoon goedemorgen jongens. Ja, goedemorgen op deze visdag nummer 5. Water nummer 10. En mijn doel in het begin van de week was dat ik in ieder geval een PB schub ging doen. Nou, dat is gelukt. Nadat we 2 dagen geleden Wessels doel hadden bereikt. Dus dat is een fantastische week zo, jongens. Het is nog niet echt los, los, los. Dat we gewoon echt aan het rammen zijn. Maar er zit een verkastmomentje in te komen. We hebben de vis volle bak gevonden. Ja. Ben je blij, man? Ja, ik ook. Echt. Dit is zo heel vet. Kijk, joh. Vind je jezelf een goede visser?
Ik vind mezelf een goede aasfabrikant. Ja, dat wel. Nou, leg dat maar eens uit. Maar geen een goede visser. Nee, ik heb nog nooit een shot geknopt. Een shotrig. Een shot, S-J-O-T. Ja, of een shot. Wanneer een shot dan ook is, nog iets anders. Nee, zo voor op weer te vissen. Een Ronnie-rig. Doe je allemaal niet aan? Dat ken ik ook niet. Ik heb een simpele pop-up rig, ik heb een simpele geknoopte rig. En ik heb een rig voor wat schuwere vissen te haken. En that's it. Dat ja, wat ik, als je de spanning van de lijn afdoet, ja, dan valt een haker uit. Dus ik heb mijn laatste 15 vissen hier zo gevangen en die zaten... Muurvast? Nee, die zaten helemaal niet muurvast. De haker lag eruit. Je moet met die rig een beetje kunnen drillen. Maar wil je hem laten zien? Iedereen kent die ondertussen al. Het is al 100 keer verschenen in die KWO, maar iedereen bevist er hem verkeerd mee. Ze sturen mij van, ja, die vissen worden in de zijkanten geplakt. Ik los daar vissen mee, dit en dat. Ja, dat is wel een probleem. Probeer zelf toch iets gewoon in plek van iemand te kopiëren. Ja. Allee, ik ben daar niet voor. En ik weet, ja... Dat is, ja... Oké. Maar ja, dat is niet mijn stijl gewoon. En, ja. Nee, maar er is inderdaad een heel goede rig. Ja, ik heb een goede rig. En dat is de rig, juist hetzelfde wat in Daryl Peck me vist. Gewoon met een klauwhaakje en een wat lang stukje krimpkous. Poing, door het midden van het oog. Een krimpkousje voor de her op zijn plaats te houden en klaar. Meer trillantijntjes hangen dan niet aan. Nee, dat is voor jou. Maar dat jij mee vist te strijken met die swivels en zo. Ik vis met een Ronnie-rig. Met een Ronnie-rig. Dat komt er bij mij niet aan. Echt niet. Nee. Maar wanneer je schaalt jezelf dus niet in als een topvisser? Ik ben technisch een heel slechte visser. Maar ik denk wel dat je goed bent in aanvoelen en ook uit ervaring waar op die lastige wateren, die dun bezette wateren, waar de vissen zitten. Dat zoeken. En met goed aas... Leer je sneller of de vis in de sector zit. Ja, weet je sneller of de vis in de sector zit. Ja, ja, want ik denk hoe je dat bedoelt, is dat als dat je... Als je uitpakt en een paar uur vist en je vangt niks, 6 uur of zo, dan is het beter gewoon dat je verkast. Natuurlijk is dat niet altijd evident. Als ik bijvoorbeeld om 10 uur s'avonds ergens uitpak en ik word om 4 uur s'nachts wakker voor te gaan pissen en ik heb nog geen beet gehad, ja, dan heb ik ook zoiets van, dat wordt hier niks. En dat wordt ook niks, meestal. Nee. Natuurlijk, ja. Kan altijd een keer een passerende vis, maar als... je kunt ergens... Uiteindelijk kan die vis ook binnenkomen, hè, want ik heb het hier ook gehad. En ik ving hier ook... ik ving hier eerst een nacht niks en ik kom 2 dagen terug en ik vang hier 13 vissen. Maar allemaal op één engel. Ja. En die vis, dat was gewoon een groep vissen aan het binnenkomen. En één voor één, ja, had ik ze. Het kwam allemaal van hier een hengel af. En, ja, dat is lekker inderdaad. Daar moet een beetje geluk mee hebben ook. Is het ook misschien zo, omdat jij vaak vist van... Maar als je bijvoorbeeld op die goede sector vist, bij iets dat die vis niet los is. Of die vis heeft een honger. Of hij vertrouwt het niet. Of dit of dat. Tegenover dat je mee iets vist. Wat ze eet als zoete koek. Ja, wat ze eet als zoete koek. Ja. Ja, en daarom jouw bollies altijd zonder echte vismelen? Mijn bollie zet alles in wat ze nodig hebben. Mm-hmm. En mijn bollie verteert goed. En dat heb ik allemaal geleerd eigenlijk niet door de jaren heen, maar echt gewoon met mijn eigen vissen te houden. Ja. Bedoel je in je aquarium? Ja. Ja, je hebt een aquarium. De beste vissen die ik heb gehouden is echt puur en alleen grootgebracht op mijn eigen aas. Oké. Ja. Hij gaat er vandoor. Goed jongens, vis is voor de kant. Ik heb hem nog niet gezien. Nou, ik weet bijna zeker dat het karpen is. Er komt een grote boot aan, dus ik moet opschieten. Yes! Lekker, lekker, lekker. Och, heerlijk jongens. Top, top, top.
Zo, het is echt een hele hoog gebouwde, super brede schub. Hier ben ik blij mee, jongens, echt. En wat een omgeving. Het is hier zo genieten. Iedere seconde is gewoon genieten hier in de natuur. Die XXL-tijgenoten met een gekleurde erboven. Ja, super. Ook vanochtend de Runno-tijgenoten. Ja, dat zegt genoeg. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om hiermee te gaan vissen. En daar gaan we ook zeker mee door. Nou, jongens. Misschien wel een van de meest bijzondere vissen die ik in mijn leven heb gevangen. Super hoog gebouwd. Heel apart beschubt. Bijna een mix van een spiegel en een schub, zou je zeggen. Heel erg breed vanaf de bovenkant, maar geen lange vis. Eigenlijk een heel kort gedrongen visje. Maar hij is wel zwaar. Super, super vet, jongens. Prachtig. Ik ga deze snel terugzetten. En dan gaan we de hengel weer op scherp leggen. Heerlijk, 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 heerlijk. De avond is aan het vallen. Het is een prachtige avond. Echt nog aan het nagenieten van die vis. We zijn even avondeten aan het maken. En dan kunnen we weer de nacht tegemoet gaan. Maar de manier waarop we hier vissen is eigenlijk heel erg simpel. Eigenlijk hebben we ook niet heel veel andere keuzes. De rivier stroomt redelijk. Eigenlijk nog niet eens zo heel hard. Maar we kunnen bijvoorbeeld niet de overkant van het water bevissen. Dus we zijn echt beperkt tot de eigen kant. En we vissen strak in de kant tot het begin van de vaargeul. Begin van de vaargeul is ook echt het maximale wat we vissen qua afstand. Anders ga je het gewoon niet redden met drijfafval, met stroming en zeker ook met boten die er voorbij komen. Maar goed, alleen kantvissen is gewoon echt goed genoeg. Als jij een goed kantje kan vinden waar jij vertrouwen in hebt en waarvan je denkt die vis kan hier wel liggen, zeker op dit soort plekjes waar niet veel gevist wordt, dan is die kant echt goed genoeg om gewoon met vol gas vertrouwen achter de hengels te zitten. Dus dat vertrouwen is nu ook. Wij gaan lekker genieten van het avondeten en dan gaan we zien wat de nacht gaat brengen. Run waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Zo ongelooflijk hard. Maar ja, aan de run te voelen is het, of aan de run te horen, is het duidelijke meerval. Maar hij vecht nu behoorlijk traag. Dus ik durf het nog niet echt te zeggen. Volgens mij was dat een rugvin. Dat kan echt wel eens krachtig zijn. Laat me zitten, dat was zeker geen karpen. Nou, de meerval is eraf en ik moet zeggen, daar ben ik heel erg blij mee. Het scheelt een hele hoop ellende en tijd, want dit was echt een gigabeest. Ik had er niks op te zeggen. Alles zit onder het slijm, dus geen enkele twijfel mogelijk dat dit een meerval was. Snel terugleggen, een nieuw onderlijntje erop en dan gaan we kijken of we nog karp kunnen vangen vannacht. Zo mensen, we waren in diepe slaap en ik kreeg weer echt een keiharde run. Voelt als karpen. Dus ik probeer deze vis in het net te krijgen. Hoppatee. Lekker jongens, lekker, lekker, lekker. Zo, de vis ligt op de mat. Het is echt een hele mooie grote vis. Veruit de grootste vis tot nu toe. Puntgave schub, enorme toeten erop. Het was echt ongelooflijk sterk. Kijk eens jongens. Een bak van een vis. Super, super vet. Echt een klokje gave vis. Ja, hier doen we het allemaal voor jongens. Dit soort vissen van de rivier.
Ja, en echt, dit vind ik het allermooiste wat er is. Gewoon lekker zoeken naar stekken. Het voelt allemaal een beetje als pionieren. Mensen zeggen wel eens van dat bestaat niet meer, maar het is eigenlijk een kwestie van het gevoel wat je erbij beleeft. Als je zelf stekken zoekt en zelf zoekt naar de vis en je weet niks van stekken, ja, dan voelt het toch allemaal een stuk beter om die vissen te vangen. Net zoals bij deze vis, want wat ben ik hier blij mee. Echt een hele grote vis, super, super vet. Ik krijg het er alweer zwaar mee, dus we gaan deze dikke vetzak snel terugzetten. Zo, dus die ik net terug heb gelegd, hè? Van net het platte. Ja, dat is wel eentje. Zo. Oké, dus niet of die nu nog vast zit. Zo te voelen wel. Touw is gebroken. Oh, maat, het is een unit. Ik zie hem daar. Yes, Fink! Wat een kanon, jongen! Zo, buiten adem. Ik zit met Steven bakkie te doen. We hadden net een platte. En ik vaar eigenlijk die hengel net weer terug. Dus we hadden echt nul verwachting dat er alweer wat ging gebeuren. En ik zie die hengel doorbuigen en voel echt gelijk dat er een unit aan hangt. Maar in het water liggen dus van die duikeentjes. Of duikeentjes, van die neppe eentjes voor het jagen. Kijk, je ziet ze gewoon met ijzerdraad of zo vast. Die vis die zwom er achterlangs. En daaronder ligt een groot betonblok en daar zat hij aan vast. Ik was ernaast. En op een gegeven moment zie ik die vis al in het water, ondertussen dat hij nog aan die draad vast zit. En toen brak die draad van die eendjes naar het betonblok met die vis eraan bleef vastzitten. Dus ik dacht, ah, dit is sowieso een verloren zaak. En die vis die geeft nog één keer gas en in één keer schiet hij weer los. We hebben hem in het net liggen. Het is een unit. Als die andere 20 kilo was, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar dan moet deze het zeker ook halen. Oh, eerst die hendel terug, dan ligt hij maar weer. Hij kan namelijk snel gaan, hebben we net geleerd. En dan gaan we erbij pakken. Het is een spiegel, ook mooi, die hadden we nog niet. Heerlijk. Op een streep na ook 20 kilo. Ik had hem misschien iets groter geschat in het water nog, vanwege zijn lengte. Echt een vechtmachine. Maar hier doen we het ook voor. We zijn nog in 48 uur aan het vissen en al twee echt bakken van karpers. Hier een spiegel, ook mooi voor de afwisseling natuurlijk. Hengeltje ligt alweer op zijn plek. Een stukje lijn eraf gehaald. Oh, ik ben nog een beetje buiten adem ook van het gevecht van net. Het was zo spannend omdat hij vast zat. Wat een unit. Wat moeten we nog meer wensen, Stefan? Niet heel veel. Heerlijk. Wat een vis. Mega oud. Hij mag weer zwemmen. Volgende. Hey jongens, goedemorgen. Wat gaan we doen, jongens? Vissen. Vissen? Hebben jullie daar zin in? Ja. En jij? Ja. Nou, dan gaan we snel. De auto in, hop. Zo, papa? Ja? Zo, goedemorgen. En ik wou zeggen een goede Duitse morgen, maar een goede Oostenrijkse morgen.
Nou, we liggen te vissen. Voor het eerst dat ik zelf mijn hengeltjes in heb. En het is inmiddels dag 5 van de vakantie. Dus ik ben mezelf toch wel aan het wegcijferen voor het gezinsleven. Maar dat geeft niet, want de focus ligt ook niet op het vangen van veel en groot. Maar ja, als het zou gebeuren, zou wel echt heel mooi zijn natuurlijk. De stek waar ik nu ben, heb ik gisteren nog gevoerd met Jens en Vince. Uiteraard weer met de sub. Toen een kilootje of 3 aan tijgenoten en denk 2, nou ook wel 3 kilo boilies. Beetje verspreid hier zo. Ik had natuurlijk gesnorkeld de dag ervoor. En ik heb eigenlijk best wel vertrouwen. Al heb ik nog niks gezien van een springende of een draaiende vis. Het is nu 8:30. Ik heb 1 hengeltje met een shot op 1,5 meter diepte liggen. Zo een beetje naar rechts en eentje rechts vooruit op 1,8-9 meter. Dus echt een diepe put. Hoe groot is de kans, denk je, Jens, dat we een vis gaan vangen? Klein. Klein? Wat zeg jij? Dat kan toch niet? Nou, we gaan het eens eventjes een 2 uurtjes geven. Wowzers. Wowzers. Dat willen we zien. Oei. No, wat gaat hij doen, joh? Is hij helemaal gek geworden, deze karper? Dat is lekker, jongens. Hey. Ja, dames en heren, dat is lekker, hè? Linker hengeltje, 8 meter diep. Gewoon een snowmannetje, niks spannends, niks speciaals. Loopt af. En het voelt niet als een grote vis, hoor. Maar ik geef geconcentreerd drillen. En in ieder geval blij dat er wat te vieren valt. Dus focus. En zo de eerste vis van dit prachtige water. De vis is hartstikke sterk. Maar dat komt ook omdat er staat echt gewoon heel veel water. Dus ik moet hem even goed van het taluut afhouden. Maar dat lijkt wel goed te komen. Dus ik ben benieuwd wat het is. Hapdee. Ja, dames en heren. Goedemorgen. Kijk eens even hier de eerste Oostenrijkse vis van deze trip. En de eerste vis is altijd de allerlekkerste. Puntgaaf schubje. Mega sterk. En kijk zijn rugvin eens eventjes als een boze strijder omhoog staan. En ja, toch had ik eigenlijk wel iets sneller, iets meer actie verwacht. Maar misschien is het gewoon een dagwater of een nachtwater. Dus hengeltje gaat terug, snowmannetje. Klein beetje aas over de rig. En dan op naar de volgende. Jens, Vince en Tamara zijn helaas al vertrokken. De spanningsboog belegt iets te kort. Dus die zijn al lekker naar het strandje hier verderop. Lekker hoor, karpersnoepjes. Wow. Dat is het betere werk. Nou jongens, waar ik al bang voor was. Het is allemaal rotsen hier op het taluut. Dus die vis is achter een rots, denk ik, dat de lijn zit. Ja, ik wilde dus zeggen, de vraag is natuurlijk als hij ergens achter zwemt, via welke kant doet hij dat? Dus je moet eigenlijk altijd een beetje van rechts naar links lopen. Hij is vrij. 1, 2, daar ben je. Zo, de tweede vis van de ochtend. Klein schubje, maar goed, beter klein dan niks. En iedere vis is er weer eentje dichterbij in een groter formaat. Dus deze mag je zwemmen, hengeltje gaat terug. Ga ik niet te veel meer voeren. Ik wil gewoon eigenlijk nu alle vissen vangen die op de voerstek zitten. En straks als ik wegga, ga ik het wel weer stevig wat voer erop klappen.
Hier. Dat is lekker. We waren net in een soort van dromenland. Met ons een beetje daarvoor. Maar veel tijd ervoor hebben we niet gehad, Thijsie. Zo. Kijk joh. Lekker. Lekker thuis. Dat is een bak hoor. Zo. Kiekerug heen. Ja. Zo kiekers heen. Ah jongens, daar is die. Wat een bak. Heerlijk. Hij is nog breder dan dat hij lang is. Echt een fantastische oude vis. Ah, ik ving hem op een voerbommetje. Super grill vismeel. Komt super goed tot zijn recht in de zomerperiode. Ronnie richt erop. Ligt mooi gestrekt. Snelle prikker op een compact voerhoopje. Met een slow sinking dumbbell waftertje. Een van de succesformules waar ik graag mee vis. Wederom fantastisch vis in het net. En ik zou zeggen, op naar de volgende. Dames en heren, jongens en meisjes, als je dacht, deze video is toch wel een beetje saai met alleen Thijs Las, heb ik goed nieuws voor je, want ik ben gearriveerd en ik heb meegenomen rode kool met een klont boter en een beetje vlees, kattenvoer. En dat is dus voor Rens. We gaan hem even voorstellen, komt hij maar eens hier. Dit is hem, onze hoop in bange dagen, de nieuwe Wessel, cameraman in opleiding. En hier Rens, je eten voor vandaag. Dankjewel. En dan ga ik de kijkers even vertellen. Of ik hier met een missie ben. Nou, de allergrootste missie is om Thijs Las de komende 2 dagen. Dus we hebben natuurlijk de 48 uur challenge. Daar zijn er ongeveer nog 40 van over. Ik ga hem zoveel mogelijk vragen stellen waar hij zijn kennis op uit kan strooien. Het is heerlijk zomerweer, een windje erbij. Als je zo met de drone vliegt, dan zie je die beelden en denk je, ja, er gaat echt nog wel wat gebeuren. Dus ik hoop gewoon dat ik misschien nog wel een hengeltje mee kan pikken. Maar voor nu is het even eten. En daarna komen we even bij je terug om de avond te bespreken en de verwachtingen voor de nacht. Nou, kijk eens even. Onze Thijs doet gewoon de keuken leeg roven met betrekking tot alles waar gekruste troep in kan. Ondertussen zie ik een heel mooi richtje met een tweekleurig waffeltje. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo verkocht wordt, dus waarschijnlijk heb je dat zelf gemaakt. Natuurlijk. Ja, en wat hebben we net gedaan? We hebben net gevoerd. Ja, Best wel wat eigenlijk. Ja, nee, even alle gekheid op een stokje. Er zijn een paar hengeltjes eruit die we even op scherp gaan leggen voor de nacht. Nou, die achterste zone vissen we dus met mais en pellets van hier. En de andere hengels vis ik allemaal met een voerbom met supergrill boilies. Waarbij ik een pontje in de bak doe. Kijk, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen, waarom crush je zoveel? Ja, dat is gewoon super attractief. Op dit water zit heel weinig witvis. In ieder geval heb je geen last van. Ik doe zeg maar per hengel een pontje gekrust aas. En dat is om meerdere redenen. Gekrust aas is kleiner aas. Dat komt ook veel hoger in de voedseltrap. Dus het wordt sneller geaccepteerd. En daarnaast, als je boilies crusht, laat die heel snel zeg maar, de liquids uitlekken. Ja, en dat geeft weer extra aantrekkingskracht. Lokken is vangen. Het is niet de bedoeling om de vissen te voeren, maar echt om ze te lokken op de plekken waar ze langskomen. En de stekker waar je vannacht je hengels neer gaat leggen, 5 in totaal. Ja. Zit er veel verschil tussen stekken, omdat we nu nog een beetje aan het aftasten zijn van ja, waar aast de vis? Want het is dusdanig winderig dat je met de drone de vissen niet ziet. Het is ook niet super helder nu. Dus het is nu eigenlijk nog meer dan ooit. Wat dat vangsten de locatie van de vis gaan verraden? Of aanbeten ja, of lijnzemmen? Ja, nee, zeker wel. Ik heb vanmiddag ook aardig wat rondgevaren met de voerboot.
En waar ik dan vooral op let, als ik scans krijg van vissen, ook als ze onder de oppervlakte zwemmen, op bijvoorbeeld 10 meter water, hoe diep ze onder de oppervlakte zwemmen. Want vaak als een vis zeg maar op 10 meter water, op 3,5 meter onder de oppervlakte zwemt, is dat ook de diepte om op de bodem te vissen. Goedemorgen jongens, hier hebben we zeker op gewacht. De dag waar we toch allebei wel naar uit hebben gekeken. Stek die we 2 dagen aan hebben gevoerd. Ook wel wat activiteit gezien op de stek, gisterochtend al bij het voeren. Dus we hebben er heel veel zin in. Het is vroeg, het is nog donker. Maar dat komt omdat we gewoon het maximaal uit de dag willen halen. We gaan snel die kant op. Wordt de mensen blij van. Wat een omgeving om zo de ochtend te beginnen. Lex is de hengels hier al achter mij aan het uitvaren. Het is mooi vis weer vandaag. Dus dat belooft veel goeds. Er zijn best wel wat roofvissers vandaag op het water. Dus ik hoop dat die ons niet tot last gaan zijn. Ik ga zo meteen mijn hengels uitvaren. Dan gaan we genieten van deze prachtige dag. Uitleggen van de hengels kost ons relatief weinig tijd, aangezien we vooraf de stek al hadden gemarkeerd. Waarom wij voor deze stek hebben gekozen, zal ik jullie later toelichten. Het is namelijk eerst tijd voor actie. Lekker maat. Hoppa, de eerste vis van de nieuwe stek. Heerlijk, even het bootje in. Yes, we lagen al even te vissen. Hij loopt net knijterhard af. Mooie vis. Blij mee. Yes, hier is hij dan. Prachtige vis. En wat een gevecht. En wat een run ook. Echt mooi, Italiaanse vis. Zo, hij mag je zwemmen. Op naar de volgende maat. Lekker. Zoals jullie kunnen zien, visten wij vanaf een vrij centrale stek. De gedachte die wij hierbij hadden, is dat de vissen vrijwel zeker langs de kantenluut zouden zwemmen en niet om ons aas heen konden. We bevisten de buitenste hengels in een waaiervorm net onderaan het taluut achter de wiervelden op variërende dieptes van circa 10 tot 12 meter. De middelste hengel visten we naar een grote plaat waar de bodem van 16 meter naar 7 meter opliep. Deze hengel hadden we met de top omhoog gezet, zodat de lijn niet over onze kantstek heen zou liggen. Deze tactiek bleek vrijwel te werken, aangezien we vrij snel opnieuw een aanbeet kregen. Lekker maat, daar gaat hij weer. Volle fluiten, we waren net even een hapje aan het eten. Ik heb buitje op de kop. We zijn aan het drillen. Het is het moment moeten zijn dat we de voorslag gaan zien. Dan zijn we in de buurt. Heel makkelijk. Kijk, lekker jongens. Mooie vis. Meer dan welkom. Heerlijk. Zo, hij spartelt nog even wat na. Hele mooie schub weer van het wijd. Deze hengel die hebben we op de voerstek gelegd, maar die lag toch wel behoorlijk eindje uit de kant. Deze vis even op de foto zetten. Die hengel snel weer die kant op, want de tijd die tikt voor vandaag.
weer een prachtige schub. We hebben toch even direct de hengel uitgevaren. Aangezien de vis op de stek ligt, dan wil je ze natuurlijk ook vasthouden. Deze jongen is natuurlijk hartstikke druk, omdat we hem heel even weg hebben gehangen. 39 kilo's, meer dan 140ers en dat allemaal in een tijdsbestek van een maand of 7. Welkom bij deze KWO Studio Talk met niemand minder dan Kevin van Boekel, onze Brabantse maat die de afgelopen tijd extreme mooie avonturen in de Balkan heeft beleefd. Vorige keer dat hij in de studio was, toen hebben we met hem gepraat over zijn avonturen in de Alpen in 2021. En nu gaan we dus terugblikken op het bijzondere jaar 2022. In dit gesprek gaan we dieper in op zijn aanpak, op het aas wat hij gebruikt, op de rigs. We gaan kijken naar het gedrag van grote karpers op voerstekken, hoe hij zijn sessies tot het maximale heeft uitgeknepen. En we krijgen ook een andere kant van Kevin te zien. 2022 was niet op alle vlakken een heel mooi jaar. En dat maakt deze Studio Talk zeer persoonlijk. Dus veel mooie dingen. We gaan snel beginnen. Let's go. Kevin, welkom terug in de KWO Studio. Het is een jaartje geleden ongeveer, denk ik, hè? Ja, zeker. Vorig jaar januari zat ik hier zat ook. Hier ook. Nou, toen had Kevin een supermooi verhaal waarin hij verteld heeft over 10, 11 weken door de Alpen trekken met ook wat uitstapjes naar Midden-Frankrijk. En klopt. Dat was 2021. En in deze Studio Talk gaan we het hebben over 2022. Wat ik denk, tenminste ik kan wel zeggen, ik heb heel wat karpervissers in mijn leven gesproken die dan vertellen over wat er gebeurd is. Maar wat jij vorig jaar hebt meegemaakt, ja, dat slaat echt alles in. Ik weet dat je van nature een bescheiden visser bent. Je bent niet iemand die loopt te pronken. Maar als je één woord zou moeten bestempelen aan het jaar 2022, welk woord zou dat zijn? Insane. Ja. Ik wil het ook. Iets anders kan ik er niet van maken. Dus, Nee. We gaan zo meteen daar verder over praten. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Als je zo terugkomt, hè, na zo'n 2021 10 weken sessie, dan zit je dus, je hebt weken gevist, 30, 40, 50 is gevangen. Hoe is het dan om weer in Nederland te zijn en dat de enige vismogelijkheden zijn, ja, een heel stuk beperkter qua formaat ook? Ja, klopt. In eerste instantie na 10 weken vissen, dan ben je er ook wel eventjes klaar mee, hoor. Dan ben je verzadigd, heb je er ook even genoeg van. En daarna heb ik het nog wel een paar keer geprobeerd, omdat vissen is natuurlijk voor heel veel van ons ook gewoon ontspanning. Ja. Maar ook dat vond ik lastig. Dus ik heb echt de hengels wel een langere periode in de kast gehad. Maar op zich prima voor de wintermaanden. En ja, zeker. Na zo'n winter wordt het weer voorjaar. En in eerste instantie dacht je niet meteen aan de Balkan, hè, want daar gaat deze video voornamelijk over. Maar je bent weer begonnen. Dus niet met Nederlands visserij, maar je dacht ik ga gewoon meteen naar Frankrijk. Hatsa. Dat denk ik. Volgens mij was mijn eerste nachtje was inderdaad weer in Frankrijk. En dat was nog redelijk vroeg in het voorjaar. En toen heb ik de eerste sessie heb ik samen met Nigel gevist. En het doel was om in Noord-Frankrijk op de kanalen te gaan vissen. En uiteindelijk zaten we 2 dagen later bij Nice. Op het bekende water. Oh, ja. Met het Blauwe Meer, zeg maar. Ja. Nou, we kunnen het wel noemen, want er is net Vidange geweest. Ja, klopt. Lac du Broc, fantastisch water. Over het jaar of 5 tot 10 zal het waarschijnlijk weer... Klopt, voorlopig interessant zijn. Alle vissen zijn er helaas afgehaald. Maar goed. Toen nog niet. Ja, kijk, dus het was, ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Toen hadden we ook al wat contact. En je zei toen van, ja, oké, ik ga dit jaar, wil ik eigenlijk wel iets anders doen. Klopt. Dus in de loop van het jaar ben je van Frankrijk, heb je je focus meer verplaatst op de Balkan. En ik heb deze Studio Talk eigenlijk ingedeeld in hoofdstukjes. En ieder hoofdstukje wil ik eigenlijk met een stelling beginnen. En het hoofdstuk heet de eerste Balkanstapjes. En de stelling die erbij hoort, Frankrijk is een mooi land voor karpervissers, maar de Balkan is next level. Gedeeltelijk mee eens. Okay. Als ik puur nu naar mijn eigen visjaar kijk, dan ben ik het daar echt volledig mee eens. Nou denk ik dat je in Frankrijk ook bepaalde wateren hebt die net zo next level zijn als we het hebben over grote vis. Ja, want er zijn natuurlijk een aantal criteria's waarop je een seizoen next level kan noemen. Ik denk dat we bij jou, gezien het formaat van de vis wat je gevangen hebt, dat next level is. Maar voor een ander kan dat natuurlijk zijn dat je op hele bizarre grote meren wil vissen. Ja. En zo moet iedereen natuurlijk ook zijn eigen visserij. En dat kom je ook weer meer in Frankrijk tegen natuurlijk. Wilde rivieren, extreem grote wateren. Ja. En dat is in de Balkan gewoon wat minder. Oké, nou laten we daar eens mee... Laten we gewoon eens even induiken in die in de Oostblok-avonturen.
Je hebt meerdere wateren bevist in 2022 in de Balkanregio. Maar het duurde even voordat je echt op goud stuitte. En heel eerlijk, dit water stond bij mij ook nog niet echt op de radar. Ik had er wel eens van gehoord, maar ik wist niet dat het zo extreem was. Kun je eens kort schetsen hoe je dan op zo'n water terechtkomt? Jazeker. Nou, okay. Om te beginnen zijn we natuurlijk dus op een ander water terechtgekomen. En het plan was om daar een hele week te vissen. Maar ja, goed, 2 dagen verder en misschien wel 80 vissen. Tussen de 1 en de 10 kilo voornamelijk. Waren we daar helemaal klaar mee. En toen wilden we eigenlijk naar een water waar we een stipje hadden staan. En per toeval kwamen we dus langs een water waar we een karpervisser zagen zitten. En toen dachten we, daar gaan we eens eventjes kijken. Initially, we planned to fish the top of the lake as the carp love to congregate there in numbers in springtime. But it was horrendously busy. A chance sightseeing trip to the Roman Bridge see us spot a number of carp in the weed, and it was actually everywhere. Super excited, we didn't hang about. It was now time to get our tackle ready and sorted for fishing. Mark and Pilar are just a little bit further down the bank. I've come up here on my own because I've seen a ridiculous amount of fish just out in front of me here. There's a huge weed bed and the carp are just stacked up in and around it. So I'm going to fish 2 rods short this side of the weed bed and 2 rods long over the top. Right, time to get these rods in. Unfortunately, I've noticed as the sun's disappeared, so have the carp, to be fair. Which is a bit of a wounder, but sure they'll be back in the day, or they haven't gone far. Hopefully they've just dropped down into this deeper water the other side of this weed bed here. Mark's probably gone for some super arty technique of swimming his baits out. For me, I'm a little bit old-fashioned, plus I wasn't rating exactly how much he was freezing his nuts off when he got out. He was proper shaking, and I'm just really feeling up for that, to be honest. All right, that's that one done. Back to the shore. Beautiful sunsets, man. It's the reason why I love this lake and chose to live here. Just look at that. Sun just dipping behind the mountain there. It's so beautiful. Chance for a monster carp. Okay, cool. Finally, a bite. Oh, feels a bit weeded up, unfortunately. So I think I'm gonna have to jump in the boat. I instantly knew it was a big one. And you know how you, the audience, can tell? Because it's a rare occasion that I'm actually silent. Concentrating on the fight, I knew I had to give it my all after the disastrous spring that I'd already had. Come on. Big mirror. Big mirror. Come on. Oh, yes. Oh, yes. Look at this. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Yes.
Yes! Yes! Ha ha! Oh, what a sick one. Oh, what a sick one, man. Oh! Yeah! Oh, yes, look at it. Just look at it. Oh, my God. What a carp. Oh, yes. Look at that. One of Oriana's finest, that is. Okay, it's not a monster, but it's a big mirror. Oh, what a sick carp, man. What a sick carp. Right, let's get this back. Get the rod back out on the spot. Samir. Congratulations for your first carp, bro. Thank you very Spain, much. And it was a good, it was a big one. Yes. But there can only be one master. Holy shit, what an amazing fish. After what only can be described as a shit spring by anyone's definition, I'd finally done it. And what a carp to catch. What an incredible carp from Oriana. The mirrors are one in a thousand in this lake. So to catch one like this and a linear, I'm absolutely over the moon. It's been a really, really difficult spring for me. So many things have gone wrong and it's felt like it wasn't gonna happen at times, including this morning. Set up on quite a lot of fish yesterday and I was convinced I was gonna catch a few last night. Imagine my disappointment in the morning when none of the rods had gone. But not long after drinking my first coffee, this one rattled off. What an incredible prize for my efforts. Thank you so much. Incredible fish. Oh, you. Wat een rare piepje, schat. Maar mijn hengel ging van daar naar daar. Dus ik denk, en zo te voelen, dat wij gewoon vis in de lijn hebben, jongens. Dat zou lekker zijn op de eerste nacht. Is de grass carp? Nee, is gewoon een goede carper ook, jongens. Sowieso. Is gewoon een goede carper. Hatsa! Lekker! Hoppa! De eerste is het belangrijkste. En de kop is eraf, jongens. Goeiedag. Nog een mooie knok. Holy fuck. Hoi, dertiger. Nou, jongens. Goedemorgen. En 30 in de morgen is een dag van de zorgen. Eerste nacht instant gevist. En we hebben samen deze prachtige beuken eruit kunnen pompen. Fantastisch. Het is grauw weer. En het is bij deze gebleven helaas. Heel veel brasems ook. Die door je lijn heen zwijmen. En ja. Maar voor een eerste nacht, jongens, we klagen niet. Dit is fantastisch. Wat een prachtige vis. Dat we deze week nog veel mogen volgen. Kijk jongens, we hebben ingepakt. We gaan verkassen naar het andere water waar we gevoerd hebben gisteren. Net even wat bolletjes hier nog opgegooid op de stekken. Dat we in ieder geval nog een stek achter de hand hebben waar voer op ligt. Wel op zich wel een fijne gedachte. Ja, het wordt mooi hoor. Het wordt echt mooi. We hebben ook wel best wel goede hoop erop. Het voer heeft wel zijn werk kunnen doen vannacht hopelijk. Licht voer, niet super zwaar, verzaad, niet super veel. Dus fantastisch. Ja, wat moet ik ervan zeggen? We gaan gewoon snel naar de auto toe en snel verkassen. Tot zo.
Zo, die vis zit mega ver. Dat is geen mini-vis in ieder geval. Stoplootje eraf halen, als het lukt. Een voorslag zit er op de molen. Waarschijnlijk is een van de torpedo's zo hard dat die ging, want er zit geen gewicht achter. Ah, de grootste tot nu toe. Ja, lekker schuppie hoor. Hoe lekker is dat? Andere hengel al in de voederaal in de auto. Moest alleen de hengel nog binnenhalen en hij loopt hem toch nog een keer af. Can I make a picture? Ja. You want to eat the carp or yeah. not? Yeah. It's too big. To eat. You can eat for 1 month. Bitte. Don't speak with me. Ah, the carp is too gross. That is, yeah, the carp is too gross. Yeah, so much. Yeah? Filet. Filet? Yeah, filet. Ah, filet. Yeah. Nou, we gaan er zeker geen filet van maken. Ja, daarom ja. Hallo. Servus. Servus. Nice. Oké, jongens, die kwam echt last minute. Oh, je blijft erbij, hoor. Ja, dat is ook goed. Wist je komen niet. Hij in Vietnam. Is in Holland, hè? Is video. Voor Holland. Hij is van Holland, ja. Ja. Ik kom uit Vietnam. Ah, Vietnam. Vietnam, maar in mijn Zolandoos rij, van fysiek jaar. Ja. Your Deutsch is good. Yes, Deutsch is goed, hè? Dat is mijn. Oké, jongens, we gaan even vis op de foto zetten. Super mooie vis. Mega blij mee. En wat ik zei, de spullen lagen al bijna allemaal in de auto. Dus het is echt gewoon last minute. Heerlijk. Perfecte timing van Max ook. Die komt precies aan, dus die kan mooi even helpen. En moet je eens even zien, hè? Wat een prachtige schub zo in het zonnetje. Echt een bar van goud. Wat zal die zijn? Kilo 15 of zo. Echt een bloedrun. En prachtig, hè? Echte bekroning op deze fantastische dag. Heerlijk. Ik ben benieuwd wat er nog komen gaat. We gaan naar de andere haven. Er zullen wellicht ook wat vissen rondhangen. Maar goed, we gaan zo eerst hier nog eens even voeren. Maar moet je eens even zien, hè? Fantastisch. Aangekomen op de stek. Die ligt hier achter mij. Het is een klein stukje lopen. Dus ik ga even als de brandweer alle spullen erheen doen. Het zonnetje gaat bijna onder. Dus we gaan even snelle actie doen om alles op de stek te krijgen. Hengels te water. En dan kunnen we even genieten van deze vette omgeving. Eén ding weet ik hier in ieder geval zeker. Is dat ik veilig ben vannacht. Want ik heb niemand minder dan Conor McGregor hier die over me heen waakt. Dat is mooi. Ik ga precies mijn stretch natuurlijk onder hem neerzetten. Dan durft er iemand niemand in de buurt te komen. Hengeltjes... We zijn klaar. Gewoon exact hetzelfde hoe we net zaten te vissen. Zoals van de bolies zijn nog prima die eraan zitten. Dus we gaan even een hele snelle actie doen wat ik al zei. Het is bijna donker. En ik wil ze even goed kunnen neerleggen. Twee hengeltjes. Allebei hier achter mij naar de overkant. Eentje bij een weerbed. Eentje bij de boot. Zoals ze in Frankrijk zeggen. On y va. Let's go. We hebben natuurlijk één ding. Dat is dat die boot... niet opeens vannacht weg gaat varen. Maar, zet ze niet. Hier is het weerbed waar ik ergens tegenaan wil vissen. Even kijken waar. Op zich is hier wel een mooi plekje, daar ergens. Ook hier slip niet te open. Maar wel een beetje voor het weer. Hier ergens een plekje vinden. Ik kon niet te dicht bij de boot vissen, want dat vraagt natuurlijk vragen en problemen. Maar goed, ik wil wel een beetje op het hoekje houden. Zal ik niet met twee hengels in één baai vis? We hebben nu drie vissen en één vis kwam dus net voordat het licht werd. Vertel eens even. Ja. Amai. Amai, hè. Ik kreeg een paar tikken op de top en... Nee, wat... Ja. Echt een dikke flap, hè. Ja. Dat is een schub van rond de 26,4, 26,5 voor hem. En ja, dat gaan we zo laten zien, hè. Nou, zullen we het gewoon nu doen? Ja. We zijn er net toch. Nog één slokje koffie. Even nog een editje. 1, 2, 3. Dag. Doe het niet. Lekker, hè, maat.
Genieten. Een van de vele rainbow-giganten. Prachtige schub. Tjonge jongen, niet normaal. Dat is echt een apparaat. Ja, en de zoon van Pascal is net gekomen. Hij heeft onze verse croissantjes gebracht en een paar chocoladekoeken. En op heel het water is goed gevangen. Dus dat belooft, hè. De vis is helemaal los. Ja, en wij hadden het beste gedaan van iedereen, toch? Drie vissen. Tweede beste. Er staat niemand met vier vissen, dus doen het zeker goed. Dus de vis zit in de regen. Nou, dat is mooi. En je had nog een doel, maar laat eerst die andere kant even zien. Yes. Kameraadski! Ja, en het is nog maar gewoon dag 2 van de sessie. 1 nacht gevist, nog 6 te gaan. Ik denk dat het wel goed gaat tellen. Ja, ik denk het ook wel. Wat we nu gaan doen, is even richtjes knopen. Hengeltjes opnieuw goed leggen. Want gisteren moest alles vrij snel gaan. Snel, haast. Er zit nog een brasem aan mijn rechterhengel. Die? We zagen de top net zo gaan. Dus het is even een snelle actie. En vandaag is het WK wielrennen op de weg. Ja. Met Mathieu van der Poel voor de Nederlanders en... Wout van Aert en Evenepoel. Voor de Belgiërs. Ja. We gaan het zien. Ja jongens, ik hoorde Michiel hier juist roepen. We waren foto's aan het maken. En had een brasem aan de lijn. En plots gaat hij heel door en meerde. En ik hoor juist Michiel roepen. Dus ik denk dat er een karper aan hangt. We gaan het zo zien, mannen. Oh! What the... Oh! Dit is echt een fucking grote vis. Nu is het ook wel zo dat het rainbow lake is, dus... Dat verwacht je dan ook wel. Wayo! Kom op, vis. Kom aan, Messi. Oh, fuck, moet je zien hoe breed het is. Oké, kom op. Kom op. Yes! Woe! Yes! Zo! Schep net. Het is wel echt gekhuis. We hebben nu de helft van de hengels op de kant, omdat we ook gewoon aan het verversen zijn terugleggen. En Messi zijn hengel op het open water loopt af. En dat is eigenlijk zo'n hengel waarvan je denkt, geen obstakels in de buurt, gewoon helemaal vrij. Maar goed, we moeten ook mijn vis nog op de foto zetten. Ja. Het is even hectisch. Ik ga met de drone vliegen. Kijken of we hem kunnen scheppen, filmen, scheppen, dronen. Ja, zoiets. Ik had op de drone een blij mannetje in een boot. Ja, dat klopt. Even binnenpetjes. We waren juist aan het denken van de hengels te verleggen. En ik dacht eigenlijk één hengel te verleggen. En dat was die. En toevallig loopt die af. Maar veel geluk dat Michiel zei van... James,
Zit u 5 minuten en we gaan een colaatje drinken. Ja. Nou, laat maar zien die vis. Jammer geel. Ik zei toch dat het een dagwater was. Tja, mooi visje weer. Huh? Ik dacht eigenlijk juist die hengel te verleggen en hij blaft er vandoor. Hij blaft er vandoor? Ja. Hoe klinkt dat? Ho, ho, ho. Nee, hartstikke mooie vis en het lijkt eigenlijk wel of die wat kleinere vissen... Meer het open water opzoeken. Ja, gewoon ook hard in vechten, joh. Gewoon vol gemotiveerd. Maar goed, wij hebben nog de vis in het net. Ja. Maar dit is wel heel positief, hè? Als je ziet, nu al 6 aanbeten. Het loopt lekker, hè? Deze had ik niet durven dromen, hè, Michiel? Met de eerste uurtje dat het donker is... Loopt hij vanaf, tijdens het eten. Ja. Hoe voelt het? Ja, kleine vissen. Oh. Dat wil wel hoor, maat. Ja, dat was ik. Hij is druk nog, hè? Ja. Oh. Grote vissen. Kijk, jong. We gaan hem even wegen, jongens. Poef. 19,5, denk ik. Ja, Michiel wensen jullie al een hele fijne avond, dames en heren. Maar dit is Martin Post, die staat te drillen. Ja, en dan te bedenken dat we ook nog eentje in de sling hebben. Die hengel van mij liep net af. Dat is ook een vis van rond de 20 kilo, dus het is een bizarre start. Maar eventjes focussen en dan gaan we jullie zo hopelijk 2 hele mooie vissen laten zien. Het. Oh, jongens. Dubbelrennetje. Nou, Pila die zei fijne avond tegen jullie, maar fijne avond gaat het sowieso worden. Echt een hele dikke schub van Mike, vis van rond de 20 kilo. We gaan hem zo even nawegen nog, maar met 3 vissen denk ik dat we aan kop gaan weer. Ja, deze is ook rond de 17 kilo. Dus... Waar we vorig jaar gewoon geëindigd zijn. Nee, heerlijk jongens, we gaan ze snel even op de foto zetten en dan mogen ze weer zwemmen, want de Engelsen moeten er weer in. Challenge is challenge, hè? Dus ook al zijn we hartstikke blij, er wordt gewoon doorgestreden. Nou jongens, we lagen er net in. Ja, het is niet eens zo heel laat, maar het is gewoon vreselijk koud. Ik zie ook alleen maar rookwolken bij jou omhoog komen. Ja, het was ik denk 8 uur of zo, lekker wat gegeten. En we lagen er net in en hij liep mooi af. Heel, heel traag. Laat het een dikke zijn, dan kunnen we onze positie een beetje verstevigen. Wow, die is groot. Dit is 50 plus, vriend. Oi, 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 oi. Lekker, maat. Die hebben we toch maar weer, hè? Oké, ik ga even jas pakken. Ja, ik ben er even af. Oh, maat, ik ben zo blij met deze vis. Ja, jongens, ik ben eventjes op de stek van Martin en Tille gekomen. Ja. Wat zijn jullie net een beetje vergeten? Hier is iets bijzonders gebeurd, jongens. Ja, mij kreeg een aanbeet, of ik kreeg een aanbeet. Maar wat ben je vergeten? Ja, vissen... Nee, om het een beetje te filmen. Vis filmen, ja, ik wou zeggen. Jeetje, deze mannen. We waren nogal overdonderd, jongens. Mij kreeg een run, grote vis, maar je hebt scheppen niet gefilmd. Nee, alleen even één shotje in het schepnet. Ja, ja. Nou, ja. En toen waren we er helemaal vanaf, hè? Ja, maar wat een gigantische vis is er net uitgekomen. Echt bizar. Nou, het is misschien bizar om te noemen dat René Treffers van de stek moet komen voor zijn nachtfotografie. Ja, 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 ja. Maar goed, hoe laat is het nu? Nee, het is nu 9:30, dus weet je, we kunnen die vis gewoon niet zakken. Dat willen we ook echt niet doen. Nee. Dus we hebben iedereen gemobiliseerd en... We gaan echt de grootste vis, een van de grootste vissen ooit tijdens KWO-video's. Mega. En sowieso de grootste vis tijdens Betaalwater Challenge aflevering 3. We gaan hem eerst wegen, dan op de foto zetten. Mike is dus even treffers halen. Dus jongens, holy shit, dit is groot. Nou, we zijn eventjes massaal gemobiliseerd. Mike heeft zijn pb en dat betekent natuurlijk emmertje water. Je ziet het net is helemaal dichtgevroren. Dus ik vrees dat emmertje water... Later komt. Nee. We gaan hem eerst wegen, het is echt een... Mega vis. Jeetje, hij is 32,7. 32,7? Lekker, Mike. Holy Mike moly. Hij is niet te tillen. Mooi, hè? Ja, lekker. Hey, en vertel even, Mike. Op wie zijn hengel was die? Ja, op die van mijn maat. Geef gewoon alles weg, hè? Ja, we doen hem echt samen, jongens. Dat is echt super tof. We gaan ook wel wat, hè?
Zo gaat het af en toe. Dat is toch fantastisch, jongens. Heerlijk. Ja, goed, gefeliciteerd. Cool. Mooi werk. Oké, mensen. Bizar. Ik zit bij Martin op de stek. We hadden niet echt een keus. We waren een beetje... Ja, we moesten ons lot ondergaan. We wisten niet wat we moesten verwachten. En eigenlijk een paar mooie vissen gevangen. En dan vangen we... Dit is gewoon de meest bizarre vis voor mijzelf. Ik heb ooit één keer een 30 kilo vis mogen zien bij Rico. En bij Martin. En ook dat was mega. Maar dit is gewoon niet normaal om er zelf eentje te vangen. Dit is echt niet normaal. Ik probeer hem even te laten zien aan jullie. Het is... Oh, dat gaat niet eens. Zo koud. Oh, zo zwaar. Ja, bij min 4 buitentemperatuur, hè? Niet normaal. Winterchallenge. Engeltje in de hoek. En dit is echt teamwork, jongens. Ik doe het samen met Martin. Geen benul dat dit eruit kan komen. Dit is gewoon een lot uit de loterij. Maar we bikkelen gewoon door. En ja, de komende dagen sta ik helemaal in dienst van Martin. Dat begrijpen jullie natuurlijk wel. Want ja... Dit is gewoon de vis of een leven, jongens. Dit gaan we niet zo snel meer evenaren. Op zich, team De Bluffer staat er ook vrij goed voor, hè? We hebben een mooie naam gekregen, maar op zich hebben we best een grote mond. Terecht nu, toch? Ja. Maar niet normaal, jongens. Fantastisch, toch? Ik wil ook even toelichten dat de foto die jullie nu voorbij zien komen, gemaakt is door onze maat René Treffers. Ja, big shout-out. Deze vis hebben we vanavond gevangen, 9 uur. Ja, je kan hem gewoon niet zakken. En dan hebben we zo fucking veel geluk dat René mee is. Ja, die kan als enigste, nou ja, niet als enigste, maar een van heel weinig mensen zo bizarre platen maken. Dat is niet normaal. En ja, we zijn fucking blij, jongens. We gaan hem terugzetten. En ik ga mijn saunabox met Martin op de stretcher leggen. Lekker slapen. En ik ga maar gewoon zo'n wijntje pakken of zo. Niet normaal, toch? Fantastisch. Ik doe gezellig mee, Mike. Genieten. Hij gaat terug, jongens. En dan... Op naar de volgende. Tot morgen, want mij gaan jullie niet meer zien voorlopig. Oh, wat een prachtig zo. Komt het er een beetje uit zo? Nee hoor, dat komt er niet uit, Mike. Dat we steeds verder in het najaar komen, blijkt wel in de tijdstip waarop het donker wordt. Alhoewel het deze nacht niet volledig donker is. Want de volle maan is net geweest. In theorie zou het dus dikke vissentijd zijn. Maar goed, met de hengels op scherp kan ik niets anders doen dan dromen van een instant maasbak. Maar goed, een barragestek, 7 meter diepte, 3 hengels op scherp. Je zou denken, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een unieke verrassing. Papa is een vis aan het drillen. Papa is een vis aan het drillen. Een vis aan het drillen. Holy moly. Zo. Wat ik eerst dacht, het is een kleine vis. Ja, er staat hier onder de kam meteen 5 meter water. Maar die vis komt niet van de bodem, joh. Echt. Gruwelijk sterk, holy shit! Oh. Ik heb dus geen statief hier, anders had ik het wel eventjes beter kunnen filmen. Dus we zullen het even met dit moeten doen, maar... Fuck. Ja, en het is volle maan, hè? Het is volle maan. Vandaag is de dag van de volle maan, dus je zou denken... Volle maan is... dikke vissen... omstandigheden. Tjonge, die vis blijft zo... Diep hier onder de kant. Niet normaal. Ah. Ja, dit is echt insane. Ik krijg hem dus niet omhoog. Hier 1,5 meter de kade op. Dus wat ik ga doen, ik ga met de sling naar de trap. Ga ik hem in de sling doen. En dan kom ik omhoog. Maar
Wat een gedoe. Maar wat vet dit, hè? Holy shit. Ja, ik kan toch wel zeggen dat het een van de mooiste, ja, een van de mooiste momenten uit mijn vissersleven is, jongens. Een vis vangen van dit formaat, van dit waterstelsel, is echt, ja, is gewoon echt, echt uniek. En het is ook gewoon wel weer geluk dat ik dan nu die vis vang. Want zo instant aankomen waaien en dan verwachten dat dit gebeurt, ja, dat is gewoon niet realistisch. Maar dat maakt het ook zo bijzonder en ja, ik ben gewoon super dankbaar dat dat zoiets dan gebeurt. Dus ik heb de vis in de sling gedaan. Ik moet even goed nadenken hoe de fok ik deze vis op de foto ga zetten. Want ja, 24,1 kilo, dat is toch even een gewicht, zeg maar. Maar goed, mijn richtje is er weer klaar voor. Gewoon weer een zwaar lood. De snowman met het loodje onder de snowman. Ja, Pieter van der Werf kon koop ze zeggen dat het helpt. En tot nu toe gaat het goed. Geen vis meer verspild. Oh. Ik ben zo blij, jongens. Ik ga de boot in, hengeltje neerleggen. Ja, en dan... Dit is echt, echt ziek. En wat een omgeving, hè? Kijk dit toch eens even. Zo... Ja, wat een goed gevoel geeft dit, jongens. Ik sta hier op het plekje waar dus gisteren die hond aan het verdrinken was. En je zou haast denken dat het stukje karma is dat ik nu gewoon die grote vis hier van de Maas heb gevangen. En ja, het geeft zoveel voldoening. Het is echt, echt waanzinnig. Ik had alleen toen ik die hond ging redden, toen moest ik dus helemaal mezelf door de distels heen beuken. Dus er zit nog een distel in mijn hand. Dus ik dacht gisteren, ja joh, ik haal die morgen er wel uit. Want ik heb geen pincet, dus ik dacht, ja, als het niet vanzelf uitkomt, dan doe ik het wel met een boilingnaald. Maar hij is dus volle bak gaan ontsteken, dus mijn hand is rood, een beetje gevoelig. Dus dat is niet heel handig, maar ja, je moet wat ervoor over hebben natuurlijk. Oh, wat ik nu ga doen, is de vis op de foto zetten. En dat is dus eenmaal in mijn eentje. Nou, dat doe ik. Ik ben geen Mark Hofman die aan de lopende band 40ers met de zelfontspanner doet. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. We proberen even een korte film-fotosessie van te maken. Ah, maar in ieder geval... Fantastisch, hè? Het najaar is echt dik geslaagd. Ja, jongens, ik kan echt zeggen dat voor mij in deze mat ligt echt een droomvis. Oh, niet te tillen. Ongelooflijk. 24,1 kilo, mega beuker van de Maas. Oh, dit maakt echt heel mijn najaar goed. Tenminste, mijn najaar was al hartstikke goed. Maar moet je zien, wat een fantastische brede schub. Oh, kwam hier gewoon een metertje of 20 uit de kant. Er zit hier een knik in het kanaal, tenminste in de rivier. En dat zorgt ervoor dat als de vissen hier langs de kant zwemmen, dat ze een stukje opzij moeten, meer naar richting het diepe. 7 meter water, de vis bleef fucking diep onder de kant beuken. Ja, dit is echt een droom, jongens. Oh. En het is nog maar 13 oktober. Dus het najaar is ongeveer op de helft. Ja, echt bizar. Ik ben benieuwd wat er nog komt. We hebben echt een topdag. 12 vissen. Niet normaal. Ongekend. 40 erbij. Een paar hoge 30ers. Onder andere nog eentje van 19 kilo, Daan eentje van 17,5 kilo, twee van 17 kilo. Ja, echt geweldig. Zometeen gaat er gewoon even voer op de stekken. Morgenochtend zetten we vroeg de wekker voor het eerste licht, dan mogen we weer vissen. Vannacht gaan we niet illegalen, het is niet nodig, we vangen genoeg overdag. Geen risico. En dan hopen we jullie morgenochtend bij zonsopgang te zien. Of anders zien we jullie zometeen nog om misschien nog een mooie joekel te tonen. Adios. We gaan nog even de, hoe noemen ze dat, blessuretijd in. Voetbal. Blessuretijd, ja. Blessuretijd. Daar gaan we in. Dat is aanbeet nummer 13. We hebben nog wel even verbond, hoor. 13, jongens. En ja. We hopen dat het weer een knijter van een joekel is.
Zo, jongens. We zouden alleen nog terugkomen als we nog een bijzonder zouden vangen. 21,5 kilo. Tweede 40er van vandaag. Vis nummer 14. Super blij mee. Echt een parel. Mega, mega blij mee. Maar we hebben er nog één. Nog een mooie schub. Versjoerd. 15 vissen vandaag. Echt ongelooflijk. Deze mag zwemmen. Zo. Afsluiter van de dag. Bijna 20 kilo. 39 pond is hij. Nummer 15. Echt een bijzondere dag geweest. We hebben het nog even druk. Deze gaat gaan zwemmen. Goedemorgen. We zijn vannacht op het stek gebleven. We hebben niet gevist. Het is nu 5:30 in de morgen. We gaan even koffie zetten. Het was een pittige nacht, want voor ons op het stekje zaten allerlei beverratten. Alle takken op te eten die ze konden vinden, denk ik. Hengeltjes uitvaren en hopen dat we net zo'n dag krijgen als gisteren, want dat zou erg mooi zijn. Zo, goedemorgen. De hengels liggen in, spot on. Helemaal lekker op de voerstikjes weggelegd van gisteravond. En we hebben er heel veel vertrouwen in. Het enige nadeel is dat er nog geen wind op het water staat, dus daar wachten we denk ik heel even op met de aanbeten. Tenminste, dat verwacht ik. En dan als de wind erop komt, zuurstof erin, denk ik dat de vis weer helemaal los gaat. En dan mocht dat niet het geval zijn, ja, dan gaan we natuurlijk aan plan B beginnen. Maar voor nu... Ja, we hebben natuurlijk een fantastische dag gehad gisteren. Hebben wij al plan B? We hebben een plan B. Oké. Dat is toch lekker altijd, hè? Zo, eerste run van de dag. Gaan we de boot in, kijken of we vis kunnen landen. Nou jongens, moment van de waarheid. Is die 25 kilo? Nee, net niet. Net niet. 24,5. Ah. Even nog één keer. Oh, oké. Okay. Ja, 24,5. Wow. Lekker, lekker man. Super, nog geen champagne. Moeten we nog even door. Maar wat een monster, jongens. Wat ongelooflijk. Wat een derde vis van 49 hier. Dat is toch lekker, hè? Dat is toch mooi. Dat doet hij even, hè? Onze rode mastodon. Oké, jongens. Eerste vis van de dag. 49 pond. Wauw. Punt te punt gaaf. Super. Hier doe je het allemaal voor. Let hem eens op, jongen. Easy. Kijk dan. Ja. Zo. Punt gaaf bak. Daar gaat hij. Super. Ho, ho, ho. Jeff, Jeff. Yes, yeah, he got it, he got it. Go, go, go. That was brilliant. At least hook one carp in front of the underwater live camera. I don't really know what to expect. Oh, that was close. Still feeding. When you see it with your own eyes, that's a big thing. There's not many of those fish in the lake, I can tell you that. One of the most exciting fishing trips I think I've ever been on. A very special project. Yes, we have good news. All the bait is gone. So we're now watching the footage of multiple carps going crazy. This is what you want to have when you're fishing.
When we saw the footage, we went really crazy. We just wanted to fish there, so I called Willem. Jeffrey said that one of the fish they saw on the camera today was a koi, which is super exciting because people have been telling us all week that they are almost never caught at Lake Bled. So how awesome would that be if we caught a koi in front of a camera? Straight to the bait. Oh, he took it! Yeah. Oh, fuck! We've been trying so hard, and so far it's been really tough. Will this be our opportunity to catch a carp in front of a live camera? It's 5:30 in the morning, so coffee first, and then carp. The hard work is taking its toll, but we had no problems getting up after seeing the footage of the feeding carp. The day started with a beautiful sunrise, and we had the rigs ready to go, so there was no time to lose. We had to get the live cameras in. Morning. It's very early. It's only 6 o'clock in the morning. Hey, give me my coffee back. No, it's okay. I just cast the two rods out towards the beach, right in front of the camping. And you won't believe it, we saw a carp swimming on the shallows on the beach. That's a very good sign. There must be more carp, a little bit deeper. So what we did is cast as far as we can to the left, towards the beach, and we also have a setup to the right behind the camera. Yeah. So the guys are in the water placing cameras now. Yeah, they're almost done. Place the live cam and GoPros on the rigs that are in the water. And we're really hoping we catch something soon because we're only going to be here for a few hours because then I'm headed off to the airport to pick up our friends, Donnie and James, both flying this morning. This afternoon at 2 o'clock. I booked something really fun for the whole group. It's pretty epic. It's not fishing. It's not fishing. Very, very cool. So, yeah, let's help the guys real quick. All right. I'm coming in. There's another one. The second one coming in. What? A small common. Did he take it? No, he's not. Yeah, he's got it! Fuck! Oh! It's going the right direction, that's good. The line came off the spin. I thought I lost it. Hey, Will. Oh, can't believe it. Fishing less than 30 minutes, watching the live cam, and you cannot believe it. Fish comes in, takes the bait. Kited off to the right, luckily, because if it kited to the left, it would have been a struggle. Oh, here he goes. It's not a big one, but the first fish. Baby coming, getting in the net. All right, teamwork, mate. Yes. First fish in front of live camera. It was a struggle, but the change of swim, very happy. I hope this won't be the last one. They can only grow. Wat een heerlijke ochtend is het, hè? Het is maandag, het weekend is voorbij. Dat betekent de rust keert terug aan de waterkant op heel veel wateren. Maar hier keerde de rust niet terug, want we kregen net een knetterharde fluiter weer op de rechterhengel van Ossie. En dan zou je denken, maar Ossie, waarom heb jij dan die hengel in de hand? Nou, dat komt
Vanochtend heel vroeg. Ah, zo, hij schiet dan ergens achterlangs. Vanochtend heel vroeg kregen we 2 runs achter elkaar. Eerst een klein schubje en vervolgens een spiegel. Echt een mooie vis. Die onder de boot door zo dachten we, joh, dit is echt een hele hoge dertiger. Maar goed, hij zat niet echt een buik aan. We hebben die vis in de sling zitten, dus die gaan we jullie zo laten zien. Maar ja, nu is het 7 uur. En ging er dus een andere engel vandoor. Dus die gaan we eens eventjes erbij pakken, die vis. Tenminste, hopen dat het wel goed gaat. Yes! Ja, dit is toch wat je wil, zo wakker worden. Kijk eens wat een brute schub van de Lotte. Mijn stem slaat een beetje over. Maar heerlijk begin van de dag. Ja, en ook wel verdiend, hè. We hebben echt wel best wel wat moeite moeten doen voordat we nu op de vis kwamen. Ja, zo zie je maar, op het einde komt het altijd goed. Deze gaan we terugzetten. En dan gaan we het visje van Ossie, tenminste vis, de mooie dertiger van Remy, gaan we uit de sling halen. Maar deze kan maar binnen zijn. Yes! Jouw spiegel van de nacht, wat gaat die wegen? Tenminste van de ochtend. Zo. Nee joh. Wat is er? Wow. 19. Nee. Ja, 18,9. Nee. Serieus? Hè? 19 kilo. Nou ja. Zo, dat is bazig hè. En hij is al genild hè. Hij is al genild. Holy shit. Yes. Zo. Indeed. Nee hoor. Nou. Holy moly, Ossie. Zo, dat is echt niet verwacht dat hij ook zo zwaar zou zijn. 19 kilo. Zo midden in de nacht. Zo schim in de bodem. Echt op 2-3 meter diepte zie je hem aankomen. Dan zie je dat het een spiegel is. Ja, dan blijkt hij gewoon bijna 19 kilo te zijn. Ja, dat is toch wel echt heel gaaf. Ja, en ook wel beloning voor het harde werk, hè? Ja, we hebben toch wel wat moeten zoeken. En dat hoort er eenmaal bij. En dan zijn de beloningen die... Ja, die wegen des te zwaarder. Ja, je bent zwaar. Zullen we gewoon terugzetten? Snel terug in zijn element. Yes! Holy moly! Wij dachten, ja, het is inpakken en wegwezen. Maar goed, jij moet bij de. Ja, of je moet even draaien. Maar wat gebeurt er? Terwijl ik met de drone aan het vliegen ben. Abadee. Loopt hij gewoon nog een keer af? Loopt hij gewoon nog een keer af. Weer dezelfde hengel. Het is een beetje amateuristisch gefilmd. Nou, dat zijn jullie wel gewend van ons. Vis zit wel weer vast in het midden van de rivier. Het is echt niet normaal hoeveel obstakels hier liggen. Ik ben toch blij dat we op deze stek geen. Hengel aan de overkant hebben gezet, want dat had ook wel problemen opgeleverd, denk ik, als we run hadden gehad. Oeh. Wat zeg je? Hij kan erin. We gaan er gewoon achteraan. Ja, joh. Kijk. Hoppa. Oh, een beetje meewerken. Meewarken. Zo, ja. De vis nummer 5 alweer. Ja, dat gaat nou lekker. Zo. Hey. Ik denk 17,3. 17,9. Woe! Zo. Dat is... Nou. Mooi man. Maar kun je nagaan, dan hebben die van jou niet gewogen. En die was net een tandje groter dan deze nog. Nee, gast, nee. Ja, jawel. Nee, ja, je vergis je, denk je echt. Ja, je vergis je echt. Serieus. Oké, okay. Nou ja, ja, dat maakt niet uit. Ja. Mooie vissen. Nee, ja, absoluut. We hebben van 3 dertigers achter elkaar. Ja, op dezelfde plek en jij wil weg. Nee, dat, dat gelooft toch niemand? Jawel, maar... Stel, 2 hengels gaan daar gewoon af. Er komen dertigers en hij wil gewoon weg. Nee. Het is mooi geweest. We gaan deze vis op de foto zetten. Ossie, we moeten ook jouw pb nog gaan verbreken. Oeh. Jouw pb verbreken, dat is het doel van video 2. Hoi.
Zo. En dan leg je de rig die nog goed was eventjes op dezelfde plek neer als de vorige vis. Ja, en dan komt dit nog eventjes als bonus naar boven. We hebben exact hetzelfde nu weer gedaan. Dus hij ligt nu weer in. Wie weet wat er nog op komt. Ja, we moeten weg. Bijna 18 kilo op één streepje na. Ja, bizar. Wat een lotvissen zeg, hé. Deze schub, die lippen. Hoe groot die lippen zijn. Het voelt helemaal een soort van leerachtig aan. Ja, en dan kan je maar zien dat hoe robuust zo'n rivier is. Ja, en dat zorgt ervoor dat die vissen niet anders zijn. Heerlijk. Heel simpel. Gewoon weer een onderlijntje die eigenlijk heel simpel is opgebouwd. Met verschillende componenten. Namelijk gewoon een gestrept stukje coating. Een haakmatje 4 white gape, een line-linertje, een hardhookbait en een mini pop-upje. En dat doet het gewoon. En het mooiste is, dit is niet de enige richting succes heeft. Want ons Niels is bijvoorbeeld met een short jump vis. Ik vis met een Ronnie. Hij heeft ook nog eens een loop systeem eraan zitten. En het vangt allemaal gewoon vis. Eigenlijk betekent dat dus dat het dus helemaal niet moeilijk hoeft te doen wanneer je al vis op je stek hebt. Net zoals gisteren hebben we heel veel gevoerd. We weten gewoon, oké, 80% van het werk is gewoon dat voer. De vis ligt er. En de enige 20% is je aaspresentatie op le moment supreme. Op het moment dat vissen gaan aasen. En als dat goed is en vooral jou vertrouwen geeft, dan moet je dat zeker gebruiken. En in ons geval levert het ook gewoon vis op. Ja, met een temperatuur van 34 graden bleef de middag akelig stil. Nou ja, stil op de verdwaalde graskarpers na dan. Niels die wist er twee te strikken en beide vonden het leuk om de nodige acrobatiek uit te voeren. Ja, mooi sprongetje hoor. Enfin, verder in de middag werd er net zoals gisteren flink gevoerd. En ditmaal kozen we ervoor om beide met de sponbal aan de slag te gaan. Om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk voer te brengen naar onze stekken. Want we wisten gewoon, oké, als het eenmaal losgaat, moet er gewoon veel voer liggen. Nou, allebei maakten we gebruik van een particle mix met tijgenoten, mais, dari, hennep en kikkererwten. Gecombineerd met een lekkere liquid eroverheen. Dus super attractief. Ongeveer een uurtje na het voeren begon het water weer tekenen van leven te vertonen. En volgde ook niet veel later een run met toch wel echt een hele leuke verrassing. Voor een big schub. Ja? Hoppa, kijk eens. Zo, hoppa, hoppa. Ja hoor. Pak hem maar, pak hem maar, pak hem maar. Lekker dit jongens. Dit is toch fantastisch hè. Zo, dat is best wel een mooie knokker. Sowieso 30. Ja, nou, hallo. Dit komt wel boven de 30 pond. Zo, gast. 40 is. Maar alle goeie. 40 is. Gaan we last vanwege, denk ik, deze. Vis, man. Vant. Vriend, het kan misschien wel zo'n 40 zijn. Wat wil Lolly? Ik zal het jou eens heel even zeggen. Jij dacht hoeveel? 18. Is 20 en 2 strepen. Jezus! Dat is gewoon een PR-schupje. Lekker dit! Yes, man. Wat een jaar al, hè? Yes, man. Tik hem. Doe je, man. Tik hem aan. Oh, dit is gaaf, jongens. Oh, wat een dikke vis. Lekker. Hier is het, jongens. 40, hè? Het is mijn 44 dit jaar. En ook gelijk mijn PR-schup. 20,4, wat een ding hè, niet te doen joh. Ik kwam van de voerstek af en hij scheet er gewoon scopex uit, fantastisch. Wat een bakker zeg, niet te doen. Ja, ik word echt fucking blij van. De Ronnie-rig is breed inzetbaar. Dat komt natuurlijk ook omdat je hem vist aan de helikopterrig. Dat wil niet zeggen dat je hem alleen aan de helikopterrig kan vissen. Kan ook zeer goed met gewoon met een loodclip. Zoals ik al zei, vis ik de Ronnie-rig aan twee setups. 1, dat is de helikopter setup. En 2, dat is de ledclip setup. Nou, de ledclip setup die gebruik ik eigenlijk alleen maar wanneer je op een wat hardere bodem vist. Want op het moment dat die bodem zacht is, dan zakt je lood gewoon te ver weg. En dan is de presentatie niet heel mooi. De materialen die ik ga gebruiken voor de Ronnie-rig, dat is 1 de boom en 2 de hybrid stiff. De boom is verkrijgbaar in 4 varianten, 15, 20, 25 en 35 lb. En naarmate dus de trekkracht toeneemt, wordt het materiaal dus dikker en stijver. De hybrid stiff is een gekoot onderlijnmateriaal met een hele stijve buitenmantel. Nou, wanneer gebruik je nou welke? Wanneer je vist
op een bodem met wat grondwier, afgestorven bladeren of in ieder geval een bodem waar troep op ligt, dan kies ik graag voor een wat soepeler materiaal, zodat wanneer jouw rig landt en die niet helemaal lekker ligt, dat materiaal nog net wat mee kan vormen over de troep die op de bodem ligt. Nou, dan kom ik dus in een hybrid stif of in een van de booms met een lagere trekkracht. Wat betreft de lengte van de ronnierig kan ik simpel zijn. Ik heb veel geprobeerd. We zijn ook eigenlijk uitgekomen op twee standaarden. En dat is 14 centimeter en 19 centimeter, gemeten van lusje naar lusje. Ga je ronnierig dan knopen of krimpen? Ik zeg krimpen. En zeker sinds de nieuwe krimptang van Korda er is, de kleine krimptang. Die bek is gemaakt van een ander materiaal. En ja, het werkt gewoon perfect. Ik heb hier ook nog de oude krimptang. Kon je op zich prima mee krimpen. Maar daar bleef de krimp nog wel eens in de tang hangen. Krimp sloot niet helemaal lekker. Was ik niet echt een groot fan van. Ik ga de boom knopen voor mijn ronnierig. Dat doe ik in dit geval met de 35LB, het stijfste materiaal. Wat van belang is als jij je boom gaat krimpen, is dat je de juiste krimp pakt bij het materiaal. Nou, dat is eigenlijk een heel simpel trucje voor om het te onthouden. Je pakt altijd de krimp die het strakst om jouw materiaal heen zit. Dat geeft gewoon het beste resultaat. Knip ik eigenlijk een lengte af die net een paar centimeter langer is dan ik de boom wil maken. Nou, ik wil in dit geval 14 centimeter maken. Knip ik zeg maar 20 centimeter af. Dan hou je nog ietsjes werklengte over. Veel meer dan dat hoeft niet. Is ook zonde van je materiaal. Oh, ja, dat was nog eens een vis. Je kapseltje was ook wel next level. Klopt, dat was een beetje in mijn skaterperiode. Zo, dat ik nog op mijn inline skater, mijn skateboard naar de skatebaan ging. Maar goed, dat is wel bizar. Gewoon de eerste nacht direct mijn PR verbreken. De eerste nacht ooit in Frankrijk, direct 22 kilo. 22,5, wat was die? Ja, 22,5. Supermooie vis. Maar goed, we wisten dat er nog een grote vis moest zwemmen. Dus hebben we uiteindelijk volgens mij een stekwissel gedaan. Ben je achterin gaan zitten? Klopt. Ja, en het leuke was, dit putje wisten wij via Bart van der Hurk. Dus Bart, als je kijkt, bedankt. Want niet veel later ving ik dus ook in de laatste nacht. Ja, en toen is het eigenlijk al een beetje ontstaan. Gewoon in 2004, op het einde komt het altijd goed. Ik in de laatste nacht echt een schitterende spiegel, was 22,3 kilo. Dus uiteraard, toen begon het al, Mark Hofman vangt de grootste vis van de sessie. Nou, het scheelde 200 gram. Filmbeelden hebben we niet meer van. Ja, misschien nog ergens, maar die konden we niet zo snel vinden. Nee. En nu is de vraag, gaan wij hier wat filmbeelden erbij schieten? Ik hoop het wel. Ik ga naar mijn ontbijt even wat richtjes knopen. We hebben gisteravond in donkere hengels uitgevaren. Dus ik ga even gewoon met de boot het water op, kijken wat vis kunnen vinden. En even zorgen dat vanmiddag alles helemaal strak ligt voor de camera. Ja, want we hebben 4 nachten in totaal. Misschien 5 als het echt niet anders kan. Maar goed, in deze trip willen we jullie dus, zoals Mark gisteren al zei, meenemen naar hoe het vroeger was bij Pilar en Hofman. Er is veel veranderd. Dus er komen nog een aantal clipjes, maar nu is het eerst ontbijtje afmaken en de hengeltjes tunen. Tot zo. Kijk, dit lijken vissen. Je ziet hem liggen en je ziet de schaduw eronder. Dus gaan ze even daar in de buurt plekje zoeken. Dus hier allemaal bomen. Kijken of we hier ergens voor kunnen vissen. Mijn oude struinboom, ik weet niet waar die is, of die hier was of hier naar achter, maar die zie ik in ieder geval niet meer liggen. Maar ja, best kans dat hij natuurlijk karper gewoon lekker onderdoor zwemt. Zie je dit? Dit zijn de maden die ik net gevoerd heb. Maar precies gaan we hem hier een hengeltje neerleggen. Oude hotspot. Zijn de maden dwarrelen naar beneden? Gaan we nu de hengel neerleggen. Varen we het talud op, het bultje op. Als hij hem hoog komt, leggen we hem neer. Perfect. Perfect. Midden in de maden. En hard.
Prachtig. Sowieso run. Mooi, joh. We hebben nu 7 hengeltjes in. Op zich zou je denken. Het kan is nog eentje bij. Genoeg, maar we hebben nog een ruimte hier links onder de kant eigenlijk over. Ja. Er liggen wat mooie plateaus. Dus ik ga eens even kijken of we nog een hengeltje uit de bus kunnen toveren. Je zou denken, in die bus vast van jou. Vast nog wel een hengeltje in, hè? En de pil even naar de auto lopen is op zich wel een mooi moment voor een klein beetje historie. We zijn dus in dit visgebied terechtgekomen in de Alpen toen ik stage moest gaan lopen voor mijn hbo-studie. En eigenlijk direct daarna heb ik een baan gekregen bij hetzelfde bedrijf en ben ik daar gaan werken. In het begin, tijdens mijn stage, kreeg ik een Mini tot mijn beschikking, een Mini Cooper. Nou, voor diegenen die hem wel eens gezien hebben, dat is een mega klein ding. Maar goed, ook tijdens mijn stage wist ik wel wat visspullen erin te proppen. Uiteraard een hoop water bezocht, goed gaan kijken. Ik had helemaal niet in eerste instantie wist ik dat Genève dus echt letterlijk op de grens met Frankrijk lag. Dus mijn vizier was natuurlijk volgas op Frankrijk gericht. En tijdens de eerste periode heb ik wel een aantal wateren mooi op het oog gekregen door te spreken met lokale vissers. Ik begon trouwens met het vissen van een paar kleine putjes langs de Rhône, vlakbij Genève. En vanuit daar gewoon informatie met lokale vissers kwam ik dus op 2 andere wateren terecht, waar ik toen nog niet gevist had. Maar waarvan ik tegen Piel zei, joh, dit moet echt interessant zijn en het is super mooi. Dus zodra ik weer terug was in Genève voor mijn baan, is Piel gekomen. En dat was volgens mij in het najaar hebben we toen onze allereerste sessies gevist op deze 2 wateren. Inmiddels zijn het ook bekende wateren hier in de Alpen. Maar toen wij er visten hadden we echt letterlijk geen idee. En dat was natuurlijk mega bruut. En dat was ook een beetje volgens mij het start zijn van de Pilar en Hofman gekte. Piel nam uiteraard zijn camera mee. En dit zijn de allereerste video's die we gemaakt hebben. En die zijn op YouTube verschenen. Pionier in de Alpen. Dit weer hadden we net ook en toen ging die. Nee, hè? Ik zit te wachten. Yo, wat is er net gebeurd? Ja, ik ben er helemaal stil van, joh. Ik ben jaren geleden gestopt met het vissen op grindputten en alleen maar onbekende wateren eigenlijk bevist. Of in ieder geval grote wateren ook. Om een onbekende monstervis te vangen. En volgens mij heb ik hem, man. Volgens mij heb ik een nieuw PR. Ik denk het hoor, we hebben hem nog niet gewogen, maar hij is zo groot. Hij is echt zo groot, moet je kijken. Ik denk niet dat ik ooit zo'n grote vis heb gezien, man. Echt niet normaal, hè. En, ja, ik ben hier dus al aardig een keer geweest met bijna geen succes. En nog nooit een karpers hier tegengekomen. Dus het is misschien wel eens een vis die ook nog nooit gevangen is. Dus weet je hoe bizar dat is? Ja, ja, we gaan hem even lekker wegen. Voor het is meteen 18 kilo of zo, weet je wel. Dan moeten we dit opnieuw opnemen. Shit! Wat denk jij? 27,8. 36,2! Ja, maar met slakken. Dat is 34 kilo, hè? Nee, joh! Nee, joh! Nee, joh! Zo, dit is niet normaal, joh. Wat een vis. Ja, beter wordt het niet. Leg hem hier af neer. Dan komt hij nog één keer. Ik kan het niet meer tillen, joh. Ik ben ook maar een kleine man, hè. Dat was die gast van Cassien, toch? Die zo'n foto had. Kan die? Ja. Mooi. Daar gaat ie, man. Dat is een element. Yes.
gaat zeker open, hè? Dubbel en dwars verdiend, man. Hij gaat open. Toch maar goed dat we hem mee hebben genomen. Lekker, man. Echt waar. Zo, maten, was mijn dagje wel, hè? Zo. 30er, 40er en een 60er. Nu nog even die 50er en dan... Zijn we compleet. Jazeker. We hebben veel flessen champagne ontkurkt dit seizoen, bij bruiloften. Maar ik denk dat deze wel het lekkerste goed, hè? Deze eigenlijk. Dat weet ik wel zeker. Komt-ie. Hoppa! Wow.